Schrijver Suzanne Smit schrijft niet alleen boeken, ze verslindt er ook tientallen per week. Vanaf haar favoriete leesplekken in Amsterdam deelt ze de nieuwste boeken die zij heeft gespot. Vandaag zijn we in het Westerpark, een plek waar altijd heel veel te zien en te doen valt. Dankjewel. James Comey is de ex-FBI-directeur die door Trump werd ontslagen. Uitgeverij De Geus heeft het aangekocht en in een flits laten vertalen, waardoor het nu deze week in de winkel ligt. James Comey heeft samengewerkt met 3 presidenten. En in elke zin lees je zijn liefde voor waarheidsvinding terug. En dat was natuurlijk ook zijn werk. De meest bizarre passage in het boek is die waarin de nieuwe president Trump, Comey, eist eigenlijk van hem dat hij zijn loyaliteit aan hem persoonlijk stelt boven zijn plichten als FBI-directeur aan het Amerikaanse volk. Nou ja, dat doet hij niet. Leidt ook natuurlijk tot zijn ontslag. En daarover gaat het boek ook wel. Het zijn ook echt wel memoires, over meer dan dat. Maar bovenal is het een boek dat gaat over wat ethisch leiderschap nou precies inhoudt. Al onze gisterens van Natalia Ginsburg verscheen in 1952 en is deze week opnieuw uitgebracht. Ginsburg, inmiddels overleden, was een zeer getalenteerd schrijfster en had een unieke en hele specifieke stijl. Zo is deze roman een relaas zonder quotes en toch heel goed leesbaar. Wat ik zo mooi vind aan de stijl van Ginsburg is dat ze durft om het wezenlijke onbesproken te laten tussen de personages. En dat is eigenlijk net zoals in het echte leven vaak, waarbij de onderlinge verhoudingen en de gevoeligheden alleen maar indirect voelbaar worden in gebaren of gedrag of steken onder water. En dat doet ze zo subtiel en prachtig dat ik er echt van heb genoten. J.K. Rowling, auteur van de Harry Potter boeken, werd gevraagd om een speech te geven bij de diploma-uitreikingen aan Harvard. Nou, dat deed ze met zoveel humor en levenswijsheid dat er een boekje van gemaakt is wat belangrijk is. Een heel dun, lief en sympathiek boekje. Haar belangrijkste advies: leer te falen. Zelf vond ze dat ze als gescheiden alleenstaande moeder zonder baan 7 jaar na haar afstuderen op elk gebied had gefaald. En dat was niet per se leuk, maar het leerde haar wel om zich te ontdoen van alles wat niet essentieel was. En toen al haar angsten waren bewaarheid en ze nog steeds bleek te ademen, wist ze dat ze zonder faalangst het leven kon opbouwen wat bij haar paste. Al deze boeken zijn makkelijk online te bestellen bij Bookspot. En wil je kans maken op de boeken die Suzanne tipt? Ga dan naar onze site.